In deze video gaan we dus kijken naar geld schenken en dan vooral naar wat zijn de vrijstellingen in 2019 als je geld gaat schenken en wat zijn de belastingtarieven als je boven deze vrijstelling uitkomt. En we sluiten deze video ook af naar de effecten van geld schenken. En dan nemen we in deze video het voorbeeld van je kinderen of kleinkinderen vanaf hun geboorte tot aan hun 18e als je hun elk jaar geld schenkt binnen deze vrijstelling. Welk vermogen kunnen zij dus opbouwen? Nou, dat gaan we allemaal in deze video behandelen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je hier op het kanaal en zorg ook dat je op het belicoontje klikt dat je nooit meer een video mist. Maar in deze video gaan we dus echt richten op het geld schenken. En we leggen dan vooral de focus op de vrijstellingen en het vermogen opbouwen gedurende dus die eerste 18 jaar van hun leven van je kinderen of kleinkinderen. We zullen ook de belastingen wel behandelen, maar die doen we even kort, want we willen vooral richten dus zoals gezegd juist op die vrijstellingen. En als we gaan kijken naar deze vrijstellingen, dan zul je zien dat deze zijn gebaseerd op, ten eerste op de relatie met die persoon aan wie je het geld schenkt. En vervolgens ook nog de leeftijd van deze persoon. En waar we dan het eerste naar gaan kijken is kinderen. Want je zult zien dat wanneer het je kind is, je een vrijstelling hebt van €5.428 in 2019. Dit betekent dus dat je jaarlijks dit bedrag mag schenken zonder de belasting over te betalen. Zijn ze trouwens tussen de 18 en 40 jaar, dan kun je ook nog eenmalig een verhoogde vrijstelling hebben. En deze is €26.040. Of als ze dezezelfde leeftijd hebben, dus tussen de 18 en 40, kun je ook eenmalig voor een dure studie een schenking doen. Een vrijstelling daarvan is €54.246. Behalve aan kinderen kun je dus ook aan kleinkinderen of misschien aan vrienden of kinderen van vrienden schenken. En dan is het dus een andere relatie, want het zijn niet langer je kinderen, maar ze staan iets verderop in de familie of zijn zelfs geen familie van je. Dan geldt er een andere vrijstelling. En deze vrijstelling is dus eigenlijk voor iedereen van toepassing. En deze is in 2019 €2.173. Maar ook hier telt weer de leeftijd ook als uitzondering. Stel nou, ze zijn tussen de 18 en 40 jaar oud. Dan mag je ze ook nog eenmalig €102.010 schenken wanneer ze deze gaan besteden voor hun woning. En het is dus niet zo dat deze vrijstelling voor die woning alleen aan je eigen kinderen geldt. Maar je mag het dus ook aan kleinkinderen of aan vrienden of zoals gezegd, eigenlijk iedereen mag je eenmalig €100.000 schenken. Zolang ze die dus gaan gebruiken voor hun woning. Dan hebben we in dit geval dus al 3 eenmalige schenkingen gezien. Het begon met die algemene eenmalig verhoogde schenking van €26.000. Gevolgd door die voor de dure studie van €54.000. Of voor de woning van €102.000. En dat wil niet zeggen dat je deze schenkingen telkens mag doen. Het is zo dat je relatie tussen jou en aan degene die het schenkt je het maar 1 keer mag doen. Dus je moet kiezen tussen 1 van deze 3. Wanneer je dus eenmalig iemand €20.000 schenkt, mag je het niet nog een keer doen voor die studie of voor die woning. Dus zorg er in ieder geval voor deze eenmalige schenking dat je goed weet wat je wilt. Wil je ze helpen bij een woning, zorg dan in ieder geval dat je niet geld gaat geven voor een studie. Of net andersom, wil je ze helpen bij een studie, zorg dan niet dat je ze geld voor een woning eerst geven en dat soort dingen. Uit deze eenmalige schenkingen mag je dus maar 1 kiezen. Maar waar wij ons op gaan focussen zijn dus die jaarlijkse schenkingen. En dat was dus bij je eigen kind €5.428. Of eigenlijk bij iedereen anders €2.173. Maar voordat we daarmee gaan rekenen, wil ik eerst nog even kijken naar de belastingtarieven voor schenkingen. En dan juist ook als je boven deze vrijstellingen uitkomt. Nou, daar zijn ook weer enkele dingen van toepassing. Ten eerste het bedrag. Is het onder de €124.000? Is het meer dan €124.000? En vervolgens ook weer de relatie. Is het een kind, een kleinkind of iedere andere persoon eigenlijk? Nou, als we daarna gaan kijken, dan zul je zien dat bij een kind, zeg maar tot €124.726, je 10% betaalt. En over het bedrag boven die €124.000 betaal je 20% belasting. Bij kleinkinderen is dit in het eerste geval 18%. En vervolgens ook weer hier een verdubbeling naar 36%. En voor alle overige personen, dus vrienden of kinderen van vrienden bijvoorbeeld, is dit 30% tot €124.000. En daarboven is het 40%. Dan is het ook nog van belang van wie gaat deze belasting betalen. Is dat de ontvanger of de schenker? Want dat kan in allebei de gevallen, ja, als er maar voor kiest, allebei deze personen kunnen doen. Het is natuurlijk wel zo dat in het geval dat wanneer de schenker ook nog eens de belasting betaalt, dat deze belasting eigenlijk ook nog als een schenking wordt gezien. Dus daar wordt ook nog eens belasting over geheven. Want eigenlijk zou je het anders kunnen zien. De belasting op zich, als je die als schenker
dus gaat betalen, dan zou je dat ook weer als een schenking of gift kunnen zien. Dus vandaar is het vaak zo dat degene die de schenking betaalt uiteindelijk meer belasting betaalt dan degene die hem ontvangt. En voordat we verder gaan met de berekening van wat kan het nou aan vermogen opbouwen gedurende die jaren, houden we dan rekening mee dat wanneer je dus geld aan kinderen of kleinkinderen gaat schenken en ze zijn nog geen 18 jaar, dat dan het vermogen van die kinderen bij het vermogen van hun ouders wordt geteld. Dus ze hebben nog geen eigen vermogen, omdat ze dus zoals gezegd nog geen 18 zijn, maar tot de leeftijd van 18 dus, wordt het vermogen van eigenlijk alle kinderen bij de ouders gerekend en zullen de ouders dus vermogensbelasting daarover betalen. Nu we dus weten wat de vrijstellingen en de belastingen zijn, gaan we kijken wat de effecten nou op lange termijn zijn wanneer je dus jaarlijks geld gaat schenken. En we maken bij deze berekening het onderscheid tussen eigen kinderen, of bijvoorbeeld kleinkinderen of kinderen van vrienden. Nou, voordat we gaan beginnen met deze berekening hebben we eerst wat algemene informatie nodig die we gaan toepassen in deze berekening. Ten eerste is dat we uitgaan van een inflatie van 2%. Vervolgens gaan we uit van een rendement van 8%. Nou, historisch gezien is dit 7% over de hele wereld, maar ik zelf gebruik vaak ook de S&P 500, daar is het iets hoger, dus laten we gemiddeld uitgaan van 8% rendement. We doen dit voor 18 jaar lang, want zoals gezegd vanaf de geboorte van het kind tot aan zijn 18e verjaardag zullen we in principe jaarlijks geld gaan schenken in dit geval. En we zorgen ook voor dat we rekening houden met belasting in box 3. Kijken we nou wanneer we geld gaan schenken aan een eigen kind, en we mogen dus 5.428 euro per jaar belastingvrij schenken, dan zul je zien dat in deze tijd van 18 jaar met het inflatie van 2% en het rendement van 8% en die belasting je uiteindelijk 116.226 euro inlegt. Maar dat gedurende die tijd natuurlijk door je rendement het vermogen opbouwt naar 246.508 euro. Hoe je dit vermogen door die jaarlijkse schenking voor je kind of kleinkinderen of zo kunt opbouwen, krijg je iets verder op in de video nog uitleg over. Maar eerst kijken we ook nog even naar het vermogen wat je dus voor een kleinkind of voor, zoals gezegd, kinderen voor vrienden of zo kunt opbouwen. Nou, daar mochten we dus 2.173 euro per jaar belastingvrij schenken. Wederom die 2% inflatie, 8% rendement, noem het allemaal maar op tot z'n 18e. Dan ga je dus in totaal inleggen 46.529 euro. En dit zorgt ervoor dat door die rendementen het vermogen naar 100.363 euro groeit eigenlijk gedurende dus die 18 jaar. En zo kun je dus zien dat je voor je kind bijna 250.000 euro of voor bijvoorbeeld je kleinkind 100.000 euro vermogen kunt opbouwen tot hun 18e. En dit zonder belasting te betalen, want dit zijn allemaal gebaseerd op belastingvrije op de vrijstellingen, laten we het zo zeggen. En op deze manier kun je dus je kinderen of kleinkinderen financieel al enorm helpen om een vermogen op te bouwen, dat wanneer zij die leeftijd bereiken en misschien gaan studeren of een huis gaan kopen, dat ze best wel veel vermogen hebben om toe te gaan passen en om hun leven eigenlijk mee te beginnen. Nu we al deze informatie hebben, kunnen we ons eigenlijk de vraag stellen, wat kunnen we ons hieruit concluderen? Nou, zoals ik al net al zei, je kunt kleinkinderen of kinderen al financieel enorm vooruit helpen op een goede toekomst, bijvoorbeeld met hun huis, studie of noem het maar op, door dit vermogen gedurende die 18 jaar dus op te bouwen voor hun. Nou is het natuurlijk wel aan te raden om deze kinderen of kleinkinderen dan financiële opvoeding te geven, want je geeft ze misschien in dit geval wel 100.000 tot 250.000 euro cadeau aan vermogen. Zorg in ieder geval voor dat ze gedurende de, ja, misschien vanaf 12 jaar tot hun 18e wat leert over beleggen, over vermogen, wat voor impact dit heeft op hun, ja, verdere toekomst, omdat ze met dit bedrag kunnen beginnen. Want als je dit niet doet, kun je natuurlijk gaan hebben dat kinderen misschien wel voor zijn 20ste al helemaal verbrast hebben eigenlijk. Nou, dat wil je niet hebben. Maar meestal wanneer je met dit soort dingen bezig bent, zul je je kinderen ook wel op de juiste manier opvoeden. Maar dat is in ieder geval dus een tip. Geef ze niet alleen het geld, maar geef ze ook de opvoeding om goed met het geld om te gaan. En misschien zelfs wel verder te gaan vermogens op te gaan bouwen wanneer ze dus 18 jaar zijn en dit zelf moeten regelen. En je hoeft dit natuurlijk niet alleen te doen om kinderen of kleinkinderen te helpen met een vermogen op te bouwen. Je kunt het ook gewoon gebruiken om vast een stuk van jouw vermogen vast door te schuiven naar de volgende generatie. Want door dit dus jaarlijks te doen, kun je telkens gebruik maken van die vrijstelling en kun je dus al vermogen richting de volgende generatie, zeg maar, doorschuiven. En voorkom je dus dat je later, wanneer je komt overlijden, erfbelasting betaald moet worden over dit soort bedragen. Want laten we hier even heel kort op ingaan. Wanneer dus iemand overlijdt en erfbelasting, dan is dat voor een kind een vrijstelling van 20.616 euro. En alles boven dat bedrag gelden eigenlijk dezelfde tarieven als bij de schenkbelasting. En dit is dus een beetje afhankelijk van het bedrag, 10% tot 40% belasting. Nou, doordat dus gedurende de jaren dat je gewoon nog leeft, jaarlijks geld dus over te maken, schenking te doen onder dit tarief, dus in die vrijstelling kun je deze belasting tot wel 40% dus voorkomen. En zo kun je dus voor zorgen dat je kinderen of kleinkinderen ten eerste een goede start geeft, een vermogen geeft om hun leven mee op te bouwen. En ten tweede zorgt er gewoon voor dat er uiteindelijk minder belasting betaald wordt, want
als we ergens blij van worden, dan is het wel minder belasting betalen. Nou, wil je dus zorgen dat je kinderen op deze manier kunt helpen, of je kleinkinderen, of wie dan ook, dan zijn er bijvoorbeeld producten voor beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan Brand New Day. Ik zal trouwens weer een link daarvan hier onder deze video plaatsen. Die hebben een kinderrekening en dat houdt in dat je eigenlijk een rekening opent op naam van je kind. En daar kun je dus het geld telkens in overmaken. Daar wordt dus automatisch belegd en dat soort dingen, waardoor ze gedurende die tijd een vermogen kunnen opbouwen. Uiteindelijk, wanneer ze dus 18 zijn, zal het geld dan naar hun overgaan. Maar tot die tijd blijft de rekening op jouw naam staan als ouders zijnde. Die hebben eigenlijk de controle over dit geld. En zo kun je dus voor zorgen dat je kinderen of kleinkinderen alvast een vermogen kunt opbouwen. Nou, heb ik zelf nog geen ervaring met dit product van Brand New Day, maar heb je dat misschien wel? Of van een andere aanbieder, laat in ieder geval even weten onder deze video wat jouw ervaringen zijn, of je er zelf gebruik van hebt gemaakt als ouder zijnde, misschien wel als kind zijnde, dat mensen voor jou een vermogen hebben opgebouwd. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder deze video weten wat je goed vond of minder goed vond, zodat ik dat mee kan nemen naar de volgende video. Alle links en informatie die ik in deze video heb besproken vind je trouwens ook weer onder deze video. Dus de belastingpagina's, ook de Brand New Day kinderrekening, dat soort links kun je onder deze video vinden. En heb je dan nog vragen of opmerkingen of misschien wel ervaring met Brand New Day, laat dat ook weten onder deze video in de reacties. Of kom naar onze Discord chat, ook een link daarvan vind je natuurlijk weer in die informatie onder de video. En ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, is het waarschijnlijk dus een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus ben je nog geen lid, abonneer je hier op het kanaal, klik op het bel-icoontje, dan mis je zeker geen video meer. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.